Nou, Fientje, Jack Heidega hier van www.imagebuilder.com. Zeg, Fientje, ik sta hier in Gent op jou te wachten. Ben jij onderweg? Naar Aruba? Ja, ik wist dat je afstand wou nemen van je functie, maar dat is wel heel veel afstand. Ja, dat ombudsrapport was dik kloten natuurlijk, hè. Hoeveel had jij die Guy Charaas gegeven? 200.000 euro? Ja, maar je hebt een vriendschap van 20 jaar met die man. Dan kan je niet gewoon met een boekenbolletje komen aanlopen, hè? Nee, nou, dat is water onder de brug, vind je, Kees Seraas, Seraas. Nou, wij bij imagebuilder.com hebben de hele nacht voor jou doorgewerkt. En we hebben een geweldig plan om jou weer op de kaart te zetten. Ja, ik heb al een baantje voor jou. Ja, David Copperfield belde. En die was enorm geïnteresseerd in die verdwijndrukken met die facturen, ja. Ja, en moreel gaan we jou helemaal reboosten. We beginnen een liefdadigheidscampagne. En we heten het, met Fientje verdient elk vriendje. Hé, ja. Ja, en financieel hoef je helemaal geen zorgen te maken. We gaan een nieuw kinderlied op de markt gooien. Hè, met Studio 100 en zo. Zeg, ken jij de ombudsman, de ombudsman, de ombudsman. Dat wordt een dikke hit. Wat denk je? Ja, en federaal natuurlijk moeten we even wachten tot er een nieuwe regering komt in 2028. En dan doen we met jou een federaaltje. Ja, nee, geen dank, Fientje. Daar heb je consultants voor natuurlijk, hè. Ja, ik zet het op de rekening. Bye bye, Fientje.